Een hele goede middag, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie stripverzamelaar op deze 15e maart. Het is vandaag verkiezingen en ik ben net even de stemkantoren langs gegaan om te controleren of iedereen alles heeft, want ik werk zelf bij de gemeente. En vanavond zal ik in de lijn zitten om de stemmen aan te nemen en alles te tellen wat nachtwerk wordt. Maar ik heb vanmiddag dus even vrij en daardoor heb ik ook tijd om dit boek te lezen en deze gelijk even van een recensie te voorzien. Want dit boek heb ik gekregen op de Nieuwe Garde Festival van uitgeverij Syndicaat. En de strip is getekend door Mark van Herpen. De strip heet Sting en dat is een Nederlandse superheld die in dit boek beschreven wordt. En die dus dit voorkomen heeft. En hier zie je al zijn zoon, die speelt ook onderdeel van de strip. Het is een strip uit 2019. En deze is tevens ook met medewerking van Kenny Rubenis, die we wel kennen van de strip Dating for Geeks, die de tekst heeft verzorgd. Ja, en hoe ziet het er dan uit? Nou ja, hier zie je alvast de eerste plaats. Ze hebben dus een hoofdkwartier in deze vuurtoren. En het heet ook het stripje Familiegeheim. En dat slaat eigenlijk op het geheim wat deze familie Kane, want dat heten ze, bij zich dragen. Ja, en ik vond het zelf ook wel erg grappig, want het is een verwijzing natuurlijk naar de familie Wayne van Batman. En in deze strip zie je dus ook hier een figuur. Dat is de vader van Sting. Want dit is dus Clarence Kane, die eigenlijk Sting is. Maar ik vond dit natuurlijk heel erg duidelijk een verwijzing naar Stan Lee. Want dit is dus de vader van Clarence, die zelf ook de Sting was. Het is eigenlijk zo dat het verhaal gaat dat Sting is eigenlijk een familietraditie die van vader op zoon wordt doorgegeven en later dus ook op hun kinderen. En die hebben dus een schuilkelder in die vuurtoren. En nogmaals, de verwijzing is heel duidelijk Stan Lee. Wat ik alleen wel een beetje miste is, wat zijn nou eigenlijk de krachten van Sting? Want kijk, je komt hier wel tegen dat ze dus een hoofdkwartier ook hebben onder hun pand. Een beetje hetzelfde als wat je dus bij Batman voorbij ziet komen. En ze hebben zo'n pakje, zo'n geel-zwart pakje. En ik kan wel voorstellen dat het allemaal iets met insecten te maken heeft. Want later in het boekje komt bijvoorbeeld de Bug Beater komt erin voor. En nog een aantal schurken die een verwijzing hebben naar insecten. Maar om nou te zeggen, ik kon meteen achterhalen wat nou de krachten zijn van deze Sting. Nee, eigenlijk niet. En dat vond ik wel jammer, want ik had natuurlijk wel verwacht dat er iets meer uitleg zou komen over Sting zelf. Hier zie je bijvoorbeeld die Bug Beater, waar hij in gevecht mee gaat. En omdat hij eigenlijk al een aantal jaren zichzelf niet liet zien, en dat had te maken met het verlies van zijn vrouw, wilde hij eigenlijk het superheldenleventje opgeven. En eigenlijk doordat Bug Beater zijn eigen kinderen had gegijzeld, kwam hij toch weer eventjes in actie. En dat zie je dus ook hier. Ja, de stijl van Mark van Herpen is wat hoekiger. Het is niet direct een stijl die ik zelf zou aanschaffen. Ik hou toch meer van de Belgo-Frankische stijl eigenlijk, die wat ronder is. Maar goed, het is wel mooi getekend. En hier zie je dus ook een gevecht die tussen hem en Bug Beater gaat. En eigenlijk zie je in dit boek dus ook drie of twee deeltjes die zichzelf dan kort afsluiten. Maar wel weer verder gaan door middel van een doorlopend issue. En hier zie je dus ook dat hij in training gaat met zijn zoon. En zijn zoon is duidelijk een gamer. Het is duidelijk iets ouder, want hij verwijst nog naar Game Boy. Nou, dat is natuurlijk ook alweer een tijdje terug. Ik vind de auto's wel mooi getekend. Dit is dan echt zo'n Stingmobiel. Ja, een beetje ook weer zoals de Batmobiel. En ja, daarom zeg ik, het is heel veel verwijzingen naar andere strips, andere comics. En hier heb je de Drill Sergeant. Maar het is, terwijl ik het lees, is het me niet helemaal duidelijk wat dus de krachten zijn van Sting. En misschien is het ook wel net als bij Batman. Hè? Batman had natuurlijk ook niet echt krachten, maar wel snufjes en een eigen mobiel. En dat zie je dan dus in deze strip. Het is, het is voor mij echt een kennismaking met deze strip. Ik kende het dus nog niet. Ik heb het dus wel gelezen. Het zou niet per se een stripje zijn die ik meteen zelf zou kopen. Maar ik vind het al de niettemin wel heel erg leuk. Ook verwijzingen met cornerboxes naar comics. Dus het is eigenlijk een Nederlandse comic die je zeker eens onder ogen moet krijgen. Dus hierbij de vlog over Sting. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ik wens iedereen nog een mooie dag toe.